Het vertrekkersleven is een leven dat wordt gedicteerd door het weer. Het is wachten op goede wind, zeilen, varen op de motor, hard zeilen, ultiem genieten, teleurstellingen, maar vooral een leven van vrijheid. In deze aflevering zit het allemaal. Wat zou jij doen als je de loterij zou winnen? Ons antwoord? Een zeilboot kopen en op wereldreis vertrekken. Tot we ons op een dag afvroegen, wat als we de loterij niet winnen? Nooit niet. Wat komt er dan van die droom terecht? Dus we doen het gewoon. We verruilden ons huis voor een zeilboot en het grote avontuur. Welkom aan boord. Vorige week zag je hoe we van Ibiza naar Mallorca zeilden. We liggen in de baai van Santa Ponsa in het zuidwesten van het eiland. Na een ochtendje van school en vlog editen gaan we nu eens even Santa Ponsa ontdekken. Ik ben benieuwd. We gaan naar La Palma de Mallorca. Met de bus. Op een missie. Het is een regenachtige dag. De ideale dag om lekker buiten ergens heen te gaan. We gaan naar Decathlon voor duikmaskers. Een snorkel voor yes. Die maskers zijn er voor de kinderen, van die volgelaatmaskers. Misschien een zwembrilletje en vinden voor ons waar we gewoon in kunnen stappen zonder dat we hele duiklaars aan moeten. Ja, waarom? Om de kinderen te leren zwemmen en voor ons zodat we niet elke keer de duiklaarzen aan moeten doen voor de vinnen. Zei ik dat niet net? Die laarzen zijn van neopreen en neopreen drijft. Dus je voeten drijven dan ook. Dus dan ben je aan het snorkelen en dan zie je ook een beetje vinnen zo boven het water. Niet efficiënt en gewoon een beetje vervelend zwemmen. We hadden in eerste instantie het idee om naar Palma de Mallorca te varen, daar voor anker te gaan. Maar de wind staat de komende paar dagen echt precies in de baai. Dus dat is niet handig om voor anker te liggen. Dus we blijven gewoon hier liggen en gaan er met de bus naartoe. Wie zijn jullie? We zijn vandaag bij de Decathlon geweest en we hebben aardig een buit gescoord, toch? Een zwembril. Ja. Hij zit aan de binnenkant. Benno. Voor het leren zwemmen. Snorkelmasker. Kijk hier. Ja, dat is de snorkel. En een duikbril. En een duikbril. Aan mij nieuwe sandalen. Sorry voor je haar. Ik wil je geen pijn doen natuurlijk. Kun je ademen? Ja. En ik heb ook een snorkel. Wacht even, deze die had ik nog niet. Zit nog niet goed. Zo. En een snorkelhouder. Ik wil deze laten vallen. Een loodgordel voor Jeroen. Ik wil deze laten vallen. Nee, wil niet doen. Lagers voor de step. Maar ik wil die wel laten vallen. Hoezo? Nieuwe schoenen voor Jessica? Omdat ik het niet wil. Oh ja, dan leggen we hem gewoon in de kast. En freedive vinnen. Dat zijn mooie vinnetjes. Ja, je bent jaloers, hè? Dus je gaat even snorkelen? Ja, dus even kijken hoe dat gaat. Maar het is helemaal grijs en koud buiten. Ja, maar de watertemperatuur is gewoon hetzelfde als morgen en gisteren. Oh, wat lekker. Hmm.
Oh, niet omvallen. Maar jij niet. Dat is wel stom, want dan zit je gewoon 10 minuten in het water of zo. 5 minuten. Ja. En dan heb je het helemaal niet koud. Dan kom je eruit. Koud. Ja, zo is het water echt lekker dan buiten. Jess en ik hebben net de nieuwste aflevering van La Vagabond gekeken. En het is gek hoe de menselijke geest werkt, of in ieder geval die van mij. Het was namelijk een aflevering van een uur die ongeëdit was. Alles duurde wat langer. Het leek eigenlijk een beetje meer op video's die wij maken. Wat realistischer. Maar omdat het allemaal wat lager tempo was en wat slower pace, ging ik naar buiten toe. Was helemaal chill en relaxed en... Ik ervaar alles nu veel. Het is meer alsof er een knopje om is gegaan. Van wow, dit is echt genieten. Wat hebben we toch lekker. En dat is natuurlijk elke dag zo. Alleen nu komt dat ineens binnenvallen of zo. Nu ik helemaal rustig ben. Ik denk ook dat ik al even niet zo rustig ben geweest als nu of zo. Niet de hele dag nog niet in ieder geval. En hoe is het met jou, Jess? Ja, Jess was gisteren tot middernacht bezig om de video van vandaag af te maken. Dus onze video, eigen video. Ja. En we hebben een dagje extra hier. Niet dat hier nu zo'n fijne plek is, per se. Dus ook niet veel mis mee. Maar we moeten naar Menorca om schoonmoeder op te halen. En we zouden donderdag... via de zuidkant om Mallorca heen varen. En nu is de wind een klein beetje anders. Nu gaan we vrijdag over de noordzijde. Dus dat is korter. En gunstiger, denk ik. En nu is bed uit. Slaap lekker. Gaan we heen? Naar de oostzijde van Mallorca. Nu zeg ik het wel lekker goed. Dus de oostzijde van Mallorca. Een dagtochtje, we gaan boven Mallorca langs, want dat is het weer is daar het gunstigst voor. Het is ook kort, dus dat komt mooi uit. En dan gaan we de dag daarna naar Menorca. Om schoonmoeders op te halen. Die komt een weekje langs. Heb je daar zin in, Jess? Ja. Heb je zin in je schoonmoeder? In je moeder? Of in een oppos? Nee, allebei. Allebei. Er wordt weer een nieuwe poging gedaan tot vissen. Heb je ooit? Het is erg kalm. Er is nog wel een beetje deining, maar dat is van de wind van gisteren. We hebben 3 knopen wind van achter. Dat is niet genoeg om te zeilen. En dat wisten we. Maar ja, soms moet je gewoon ergens zijn. En dat betekent dat we mogen. We hebben wel het grootzeil op. Om de boot een beetje te stabiliseren. Dan heeft hij minder de neiging om te rollen. Maar verder gaat het goed. Kinderen vermaken zich. Wij doen 2 uur op, 2 uur af. Dan blijft het voor iedereen leuk. En ik heb dolfijnen besteld vandaag, dus ik ben benieuwd hoe laat ze komen. Er drijven allemaal soort, het lijkt wel kleine drijvende zeilbootjes. Met een opblaasbaar zeiltje. En ik was nou niet echt zeker of het nou kwallen waren. Want ze lijken een beetje op Portugese oorlogsschepen. Maar die zijn
Dat zijn hele gevaarlijke kwallen. Maar die zijn een beetje paars en deze zijn niet paars. Ik heb het opgezocht, het zijn bezaantjes. En die kunnen dus een soort van zeilen met een opblaasbaar zeiltje. Super grappig. En deze zijn totaal ongevaarlijk. Ze zijn wel familie van een Portugese oorlogsschip, dus de kwal, maar zonder dodelijke steken, pijnlijke steken. En wat gevangen? Nee, maar dat komt er wel. En de bestelde dolfijnen hebben we helaas ook niet gezien. Zijn er bijna? Ik ben heel erg benieuwd. Je ziet er nu nog niks van en het is rots en boom en... Het ziet er veelbelovend uit. Yes. Je ziet er niks van, het ziet er veelbelovend uit. Dan doel ik vooral op de deining die er precies langs gaat. Dus dat wordt top slapen vanavond. Ja, de wind komt vandaar. Yes. Vanavond. Die motorboot. Nou, we waren net op de beoogde ankerplaats. Het zag er prachtig uit. Klein baaitje, mooie rotsen, wanden, bomen. Het rook heerlijk. Er lagen twee andere boten. Het was toch rollerig. Hadden we niet verwacht. De wind speelde eigenlijk geen belang. Maar het was niet helemaal ideaal. Dus we gaan 3 mijl door naar de volgende plek. Kijken of er daar wat is. En als dat niks is, dat verwachten we eigenlijk wel. Dan moeten we nog 2 mijl door naar... Een ankerplaats bij een haven met heel veel zand. En dan kunnen we het achteranker uitgooien om het rollen weer tegen te gaan. Maar misschien hier ook wel. We gaan zo even kijken. De tweede ankerbaai bevalt beter. Het water wordt ook steeds helderder en warmer. Dus het even checken van het anker is inmiddels geen straf meer. Nou, toch 15 meter gezwommen. Wat zei je? Toch 15 meter onder water gezwommen. Meer. 16. Wat zei je? Wordt het dan warmer? Het is draaglijk. Het plezier levelt de kou een beetje uit. Yes. Ik ben een beetje gewend. Dat is wel lekker. Nou, het is nog een beetje een warme douche. Heel veel denk ik ook. De kinderen zijn in de douche. Er staat nog een laagje water in. Zijn ze even aan het spelen. Ik heb zelfs mijn haar gewassen. Jeroen gaat even camping douchen. En dan wordt het denk ik vroeg slapen. Morgen gaan we weer vroeg naar Menorca. Nog een beetje warm? Warmer dan het water op de zee. Hey jongens, lekker je boterhammetje eten? Ga mama even een anker ophalen, ja? We varen al motorzeilen erbij van het Poyentje uit met een missie. We zijn onderweg naar Mahon, Menorca. Dat is wel natuurlijk helemaal de andere kant van Menorca. Maar daar landt mijn schoonmoeder, Jester moeder, morgenochtend. Daar pikken we erop. Als het goed is het vandaag wel zeilweer. Gisteren van de west naar de oostkant van Mallorca viel dat tegen. Heel erg tegen. Vandaag kunnen we wel zeilen. Het laatste stukje is zelfs een beetje straf windje. 20, 22 knopen is er opgegeven. Dus blijven we lekker onder het eiland, want dan hebben we beschutting van het eiland. Maar we gaan die kant op. Misschien kan ik het laten zien. De camera is bijna leeg. Wij zijn hier. Wij gaan daarheen. In één rechte lijn bijna naar deze ankerplek. En hier is Mahon. Daar zijn wij. Nee, niet goed. Maar ja, daar zijn wij. Met deze snelheid nog 56,5 mijl.
heb je daar, Ben? Ook een drone. Wow. Goed weg. Eigenlijk ging het de hele tijd super lekker. Hadden we iets van 16, 15, 14 knopen wind. En ineens schiet hij omhoog naar een 28, 30. Hij had één rif in het grootzeil, dus dat was goed te veel. Dus grootzeil laten zakken, voorzeil gereefd en nu is het weer te doen. Zat je midden in je boek? Nee, want ik was al klaar om te wisselen. Het doel van vandaag is Mahon, maar dat laatste stukje moeten we naar het noorden varen als we het eiland voorbij zijn. En dat zou vol tegenwind zijn, met 25 tot 30 knopen wind. Dus we hebben besloten om even hier in een baaitje te gaan liggen, kijken of dat bevalt en anders blijven we daar. Of we varen vanavond naar het noorden als de wind weer afneemt. Dan moet hij daarin. En welk sleuteltje is nou? Allebei, ze kunnen allebei. Dus je hoeft er niet, niet te moeilijk. Deze kan? Deze. Ik wou mama graag hebben. Tadadada. Tadadada. Grote god. Hé, we kunnen een torentje bouwen. Zo. Nou, dan kunnen we wel eens een jaar vooruit. Is er een jarig hoera, hoera. Dat kun je wel zien, dat is Ben. Dat vinden we alle zo prettig, ja ja. En daarom zingen wij blij, 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 blij. Hij leven lang, hoera, hoera. Hij leven lang, hoera, hoera. Hij leven lang, hoera, hoera. Lang zal hij leven, lang zal hij leven, lang zal hij leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Hieperbiep, hoera! Hieperbiep, hoera! Zo, blaas de kaarsjes maar uit. Hé, hey, wat is dat voor lekkers jongens? Kijk nou eens, en wat staat erop? Taart. Vlindertjes. En een 5. Ja. En een 5. Een wijnparel. Nou, wie wil de kaarsjes eten? Nee, kaarsjes zijn niet lekker. Nou, wat een mooie taart, hè? Waarvan zijn die vlinders gemaakt? Van eetbaar papier. Oh.
papier die je kan eten. Ja, eigenlijk gewoon van zetmeel. Maar dat, Eetbaar papier klinkt wel heel spannend. Zo. Nou, eet smakelijk. Weet je nog wat bij ben? Welke wil jij? Zeg je naar de vlinder te eten? Is het lekkere vlinder? Laat hem eens zien. Ah, heel fijn. Deze moeten in de wieltjes. Ja, dat denk ik ook. De wat, kleine wieltjes. Wat heb je gekregen, Ben? Een autootje. Dat is het bijna. De hele muntje van Jupiter. Daar moet er ook een sticker op. Nou, moet er een sticker op? Ja. Oh. Maar ook op de motor. Oh. Dat zie je op de verpakking. Aha. We hadden nog niet genoeg Lego. Nee. En terwijl oma met de jongens legoot, kunnen Jeroen en ik voor de verandering eens samen snorkelen. Daarna is het tijd voor zwemles. Trappelen, trappelen, trappelen. Goed zo. Ja. Het vliegt het potlood, was het toch? Nou, nu is het wel lekker, hè? Ja. Klaar voor de start, af. Je moet ook je armpjes bewegen, zo. Kijk zo, je bent. Ik ben er.
Nou, we zijn hier twee nachten geleden voor anker gegaan met wind daar vandaan. En het anker hebben we neergelegd. En het ligt nog steeds zo. Terwijl wij, je kunt hem daar zien liggen als je weet hoe je dat ziet op camera. Ja. Maar dan gaat de ketting met een lus zo weg. Terug naar de boot hier naartoe. We hebben vandaag met 15 knopen wind van jullie vandaan gelegen. Toen lagen we met onze kont die kant op. Het anker is niet eens gedraaid. En toen vanmiddag waaiden we die kant op. Het anker ligt nog steeds hetzelfde. Het is hier zo kalm. Het is nu ook gewoon bijna bladstil. Het is echt ruim 4 meter diep hier. Maar je kan alles op de bodem zien liggen. Ja, het water is sowieso super helder. Echt heel helder. Ja. Zo helder hebben we het nog niet gehad. Nee. Echt heel mooi. En we dachten al dat we het super helder hadden gehad. Ja, nou ja, het wordt dus elke keer een beetje helder. Althans, het kan altijd helderder. Helderder. Mevrouw Helderder. Ja, echt heel mooi. Dat was het voor deze week. Volgende week bezoeken we Mahon, de hoofdstad van Menorca. En we zeilen naar een nog mooiere ankerplaats. Tot dan!